als je ons al kent. Is dope. Als je ons nog niet kent, check die shit. De reden waarom wij bij elkaar zijn en gebleven kan je ook zien als een conspiracy. Al die shit om ons heen kan je ook zien als een conspiracy. Music, hip-hop, al die genres kan je ook zien als conspiracies. Van wie? Ja, dat is een andere vraag. Je maakt je nummers door de jaren heen. In het begin is het spelenderwijs. Je hebt veel vrije tijd ook. En het is gewoon van... Je maakt je tracks. Grandson maakte in die tijd alleen de beats. Dus het was Amiga beats. Weet je, dus, ja, je werkt met de riemen die je hebt, weet je. En, ja, onderwerpen, party shit. We hebben van alles wel geschreven, weet je. En vandaag de dag nog steeds, alleen is het wat serieuzer en wat breder gewoon. Niet alleen maar, weet je, open je ogen, het is ook gewoon een stukje entertainment voor mij, weet je. Dus het gaat niet alleen maar om open op je eyes en tuurlijk, weet je, politiek is een belangrijke ding en de hedendaagse wereld is heel belangrijk wat er allemaal gebeurt. De goede en de slechte dingen, maar ja, je kan ook een track over de liefde schrijven, over een verhaal, over... Weet ik veel over hoe je hier op Schouwburgplein zit en er gebeurt iets, weet je. Is jouw inbaan? Het was, eigenlijk was het al vol. Het was al overgeboekt. En ja, ik insiste gewoon. Ik moest door en door dringen. Ik had een vrouw demo geven van ons. Ze zei, het zit gewoon vol, grote prijs. Maar hopelijk kunnen we wat anders voor jullie betekenen. Ik ga ernaar luisteren, dit en dat. Ik geef het aan de persoon die er verantwoordelijk voor is. Ja, en die een paar dagen later belt die gast me op. Zegt hij van, hey, willen jullie erin of niet? Weet je, dus gewoon via een achterdeur bij wijze. Ik verwacht eigenlijk niks. We doen ons gewoon ons ding. En dat is het belangrijkste. Je moet van eerst vanuit jezelf beginnen. Ja, dingen gebeuren, maar ja, ze gebeuren niet gepland. Je merkt het pas wanneer je daar pas bent. Dus je moet er geen verwachtingen aan vaststellen, want dan maakt het ook de teleurstelling groot. Dus vanuit mijn kant ben ik iets van gewoon oppervlakkig en simpel je ding. Je moet vanuit je eigen gewoon het 100% geven dat je het gewoon goed doet. En wat er daarna eromheen speelt, ja. Laat je gewoon op je afkomen. Alleen je kern moet dan gewoon stabiliseren. De afgelopen grote prijs van vorig jaar, die was ook wel. Er zaten erge namen tussen. En iedereen was wel qualified, maar ja, de judge heeft een soort van een favorite. En dat is waar hun voor gaan. En dan heb je nog de publieksprijs ernaast. Ja, dat is ook mooi meegenomen. Ik denk persoonlijk dat het niet afwachten is en niet dingen. Zolang wij zorgen dat we vanaf vandaag een goede show in elkaar zetten, bij wijze. Dan ja, is het gewoon bonus. Ook al, of je nou wint of niet, weet je. Je wordt gezien en er zullen belangrijke mensen in het publiek zitten die jou zullen boeken, weet je. Dus zodra je kern sterk is, dan komt het gewoon helemaal goed, weet je. En ik geloof dat onze muziek gewoon heel acceptabel is. Ik ben nu momenteel bezig met het Surinaamse project. Hij is gewoon bijna af. Ik heb nog geen datum vastgesteld. Omdat ik vind van de tijd moet rijp zijn, omdat ik dan nog niet helemaal compleet ben. En daar bedoel ik ook mee, gewoon qua show gericht, promotie daarvan. En ja, bijvoorbeeld Surinaams persoonlijk is ook weer een extra level voor mij. Ik was hier in Nederland geboren, was niet echt met de paplepel gegoten van het Surinaams spreken. Dus dat is ook iets wat ik ook gewoon wil verbeteren. Gewoon, zodat ik een goede show kan neerzetten. Want dat stel ik wel hoog op mijn prioriteitenlijst, een goede show. En nu voel ik dat ik nog niet echt daar aan toe ben, dus ik doe alles gewoon op zijn tijd, maar ik doe het wel met 100% inzet. Producer Humaniac presents 7 in a Box, dus de eerste producer, die presenteert het alleen op zijn beat, 7 nummers, weet je, boom, naar de buitenwereld, een paar maanden later de volgende, een paar maanden later weer de volgende. In de tussentijd natuurlijk, ja, als er een clip kan komen, komt die gewoon, weet je, op website. Moeten we gewoon naartoe werken, denk ik nu, gewoon keihard. Het is niet van misschien, het is gewoon doen. Punt. En na de laatste 7 in a Box moet er gewoon een super explosieve album uitkomen waar op zijn minst heel Nederland verbaasd van, versteld van staat. Ja, op ons album kan je waarschijnlijk wel een SOS verwachten of een member van SOS of weet je. Er zijn ook boys in mijn buurt, een enormes, die kent niemand nog, maar geloof me, die is gruwelijk, weet je. Zijn gewoon, collabo's zijn voornamelijk, denk ik, met boys die heel dicht bij ons zitten. Dus je kan wel een dope MC zijn, maar als we niet, ja,
we hebben geen connectie als vrienden, ja, dan heeft het voor mij geen echt, niet echt zin of zo, weet je. Het moet voor jou echt een voorwaarde zijn om samen te werken. Ja, het moet gewoon, weet je, je moet gewoon almatisch zijn, vind ik. Dan komen de beste tracks eruit. En het gaat niet alleen maar om, ik kom sterk op die track en Pietje komt ook sterk op die track. Daar gaat het niet om. Ik denk, je moet gewoon voelen dat die boys bij elkaar zijn, weet je. Als ze die track lezen. Nou, ik was benaderd door Afijna de Jong. Zij werkte toen voor hun. Ze woont hier in Rotterdam. Ze doet heel veel dingen. Zij hadden het over een aantal namen die de jongens van de Hop wouden hebben. Een beetje, ja, wat grootsere namen. Jongens die al er zijn. Bij wijze dat ze iets met Postman wouden doen of iets in die richting. Maar zij had het tegen hun over, nee, je moet gewoon een van de jonge boys hebben die, weet je, opkomend is. Heeft ze mijn naam genoemd. Heeft ze mij een demo gevraagd. Heb ik snel wat in elkaar gezet. En aangegeven heeft zij doorgepaast aan die boys. En ja, zo hebben ze ernaar geluisterd. En die editie maar aan mij gegeven. En ja, ik had ze al, ze hadden me al een keer zien optreden, een solo optreden bij Boom Clutch een keer in Amsterdam, weet je. Witte Zoet. Ja. Dus dat was dat ding een beetje, weet je. En ja, toen, ik zou het eigenlijk met Shairak doen. Eigenlijk heel jammer dat die man het laatste moment ziek was, weet je. Want het leek mij gewoon een hele ervaring om met, weet je, oldschool papi iets te doen, weet je. En uiteindelijk is het Ganza geworden. Even goede vrienden, Ganza en ik zijn cool, weet je. Dus ik heb ervan genoten. Ben je bij het hele productieproces van de beat ben je aanwezig geweest? Ja, van Scram Jones? Het is, weet je, we kwamen bij de soundcheck binnen. Hij zat de apparatuur een beetje uit te proberen. En uiteindelijk heeft die man 3 beats gemaakt, weet je. En de beat die geselecteerd was, zeg ik je eerlijk, vond ik de minste beat. Het was echt zo'n party beat, weet je. En die had hij gewoon aan het begin gemaakt, voordat de mensen al binnenkwamen. Deed hij die even in 10 minuten of 20 minuten maken. Liet hij me horen, zei ik, jawel. Maar daarna kwam hij met één sample ding, een gruwelijk ding, dacht ik, dit is hem. Maar het publiek moest er niet zoveel van hebben in vergelijking met die andere beats. Het publiek wilde partyen. Ja, ze wouden. Je had dan die chicks die gelijk zoiets hadden van yeah! Op die beat. En dan dachten ze woe! Ja, en dan moesten we daarop rijden, weet je. Maar ja, ik vind het best, het is een project, weet je. Het is niet wat ik zelf doe. Maar mijn eigen stijl wijkt heel erg van dat af. Dutch Conspiracy stijl wijkt heel erg van dat af. Maar je moet verschillende dingen uitproberen, vind ik. What's hype? What's hype? What's hype? Yeah, yeah. Dutch Conspiracy is hype. Rotterdam is hype. Maar Rotterdam moet wel niet alleen beseffen dat ze hype zijn, maar ook gewoon gaan met die banaan, weet je. Dus ik denk dat. Grandson Solo is hype. Unknown Solo is hype, weet je. The definition of hype, are we like far barriers with no common sense for the minimal fight? Or is it hype? A lion in it, full of silence, I get loose in the crowd. What's hype? Y'all scream out loud, I was hype. Y'all scream out loud, I was hype. Y'all scream out loud, I was hype. What's hype? Hype is a drip and a rap, it's a good rap, you know we said. My like a master, super leader, one true drip, and I ain't laying their masters. Bodies are laying their caskets, a sign for safety, it's a drag. You want the right time, it ain't just rappers, you lying, making it happen. Making it captain, fuck the beast, beats, ain't just a dragon. The army leases, all the space soldiers have to fit the stage of Atlantic. Brain is a dragon, straight in hypers, the rain ain't planning, the top of the average. The biggest level of solid, the range of jackers, the major contractor of hype. Album is rigid and trackers, hype for broadcasters, it's better than taking chances. Hype for what they chances, follow this. Er zit voor mij een project aan te komen waar ik alles zelf moet doen. Dat heet de Shorties. Dat moet ik en nog een jongen uit Den Haag doen. Dus Ahmed Akabi van de Albert Heijn commercial. En ja, wij moeten gewoon onze eigen stuk, allebei een eigen stuk presenteren van 45 minuten. Zelf geschreven, zelf geregisseerd, zelf spelen. Dat is het gewoon een beetje. En ja, is wel veel hooi op mijn vork, denk ik, weet je. Het is wel hard werken. Het is niet zomaar even een verse schrijven, weet je. Het gaat heel diep. Maar het is wel goed om je hip-hop invloeden erin te gebruiken. Ik heb een relaxed grandson met zijn beatbangers. Een chill grandson, laid-back. Je hebt een laid-back unknown in life die gewoon thuis ligt te slapen bij wijze. Maar zodra hij op stage springt, is het een monster. Je hebt een GMB, dat ben ik, die, ja, gewoon de relax, de tussenin een beetje, de broeia, de relax en vooral zang, weet je. Dat is ook een van mijn dingen, weet je.
En ik denk persoonlijk dat die combinatie van drie boys, drie verschillende richtingen qua beats en dan gewoon What's Hype Show, dat ons heel speciaal maakt gewoon.